heb ook altijd een besef van, het kan altijd erger. Ik heb natuurlijk een broeder van mij, Abdelhak Nouri. Dat is gewoon een familielid eigenlijk, om het zo te noemen. We kwamen bij elkaar op de vloer. Toen ik wedstrijden vocht, was hij de eerste die mij toejuichte. Andersom hetzelfde. Op straat was hij een type die jou niet voorbij gaat lopen. Gewoon een hele lieve, vrome jongen. En subhanallah, ik heb toen ook gedacht van, luister, die jongen is ook van een kern. Mashallah, een van de grootste talenten qua voetballen. In één keer ziek geraakt. En die ligt nu ziek op bed. En die kan helemaal niks. Die is gewoon in handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ik kan, alhamdulillah, hoe ik het nog zo zie, lesgeven. Ik kan hier voor mijn broeders zijn, ik kan naar buiten. Tuurlijk, ik ben niet de gezondste, maar ik kan nog wel heel veel dingen doen. Want uiteindelijk gaat het leven wel, het is gewoon één grote test. Mensen denken social media, volgers, vechten. Dan grijp je alles, maar het is gewoon één grote test uiteindelijk. De waarheid is gewoon dat je uiteindelijk terugkeert naar Allah subhanahu wa ta'ala. Of je nou jong of oud bent, niemand blijft op de wereld. Dus dat is wel een besef dat je ook gaat meemaken wanneer je ziek wordt. Dat je denkt van, hé, alhamdulillah, Allah trekt mij zich terug naar hem. Het is weer een beproeving. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoogwaardige correcte islamitische kleding. Een grote collectie in Gemar, Jilbab en Abaya. Ga naar www.umaya.com en ontvang 10% korting op de gehele bestelling met de kortingscode Hussein10. Laat uw haar en baard stralen met Barboza-olie. Onze haar- en baardolie verzorgt en verzacht de haren. Tevens kan het ook de haargroei stimuleren. Barboza haar- en baardolie is verkrijgbaar in 3 geuren. Bestel nu op www.barboza.nl. Assalamu alaikum iedereen, welkom alweer bij een nieuwe aflevering. Ik heb vandaag afgesproken met Mohamed Didou, een jong talent die op vroege leeftijd is gecontracteerd bij Enfusion. Mohamed leidt aan een zeldzame ziekte genaamd IgA nefropathie, oftewel ziekte van Berger, en is momenteel ongeneeslijk ziek. Dankzij die ziekte zijn zijn nierfilters zodanig beschadigd dat een niertransplantatie enige redding is. Mohamed doet zijn verhaal voor het eerst openlijk, met als doel dankbaarheid in het leven en bewuststand dat we allemaal kwetsbaar zijn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Goeie Mohamed. Assalamu alaikum Hussein, hoe is het broeder? Alhamdulillah, hoe is het met jou? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah broeder, allereerst wil ik jou bedanken broeder dat je mij gewoon jouw prachtige sportschooltje hebt laten komen man broeder. Altijd welkom Hussein, je weet het. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mooi, hoe gaat het met jou goeie Mohamed? Hussein, alhamdulillah, wat ga ik tegen je zeggen? Alhamdulillah, mogen niet klagen. Ik heb nu een bezigheid, ik ben hier al in de sportschool. We geven lessen, we kunnen naar buiten, we kunnen lopen. Ja. Alhamdulillah, mijn gezondheid is wel een beetje niet als eerst. Nee. Maar alhamdulillah, we mogen ook niet klagen. Nee, klopt. Want voor de mensen die jou nog niet kennen of die jou nog niet zo goed kennen, dan kan je jezelf even heel kort voorstellen van wie jij bent. Ik ben Mohamed Didou, geboren en getogen in Amsterdam. Ja. Ik woon zelf nu in Rotterdam. Ik ben getrouwd, ik heb een vrouw en kind. Alhamdulillah. Alhamdulillah, en gewoon een gezinnetje. En, ja, dat is het een beetje. Oké, mooi. Want je was ook zeg maar een aanklasser in de kickboksen, toch? Ja, klopt. Ik heb jarenlang gevochten. Ik ben eigenlijk met die sport opgegroeid. Ja. Ik ben begonnen met taekwondo. Ja. Ben ik letterlijk op mijn 8e, 9e jaar met mijn vader altijd meegegaan. Die was een fanatieke taekwondo leraar en sporter. Ja. Dus lekker meetrainen, meesporten. En daar is eigenlijk de liefde van vechtsport ontstaan. En heb ik het tweede dan in taekwondo behaald, zwarte band. Ja. En op een gegeven moment rond mijn 12e, 13e vond ik het een beetje een i-sport. Ik vond het een leuke sport, een mooie basissport. Ja. Maar ik wilde wat harders meemaken. Dus ik ben toen mee gaan trainen met het kickboksen en vanaf toen ben ik eigenlijk verkocht. Dus vanaf je 12e tot hoe? Laat ik het zo zeggen, ik ben nu, toen ik ben gaan trouwen, ongeveer drie jaar geleden gestopt. Oké. Niet eigenlijk definitief gestopt, ik wilde het wel altijd oppakken, maar ja. Je weet wel, getrouwde leven, een beetje bezigheid en alles, dus alhamdulillah. Ja. Wat doe je nou zeg maar nu in je dagelijks leven, broer? Ja, in het dagelijkse leven normaal werkte ik gewoon en was het gewoon van werk naar huis, familie, gezin en alles. Ja.
En helaas in december heb ik te horen gekregen dat ik een nierziekte heb, genaamd IgA. En dit is een ziekte dat heeft mijn lever en nier aangetast, mijn nierfilters. Het is een zeldzame nierziekte, IgA nefropathie. Okay. Dus dat betekent dat jouw filters, dat mijn filters zodanig beschadigd zijn door de IgA nefropathie. Ja. Waardoor ik eigenlijk nu op dit moment gewoon echt op zoek ben naar een donor die... waardoor ik gewoon verder kan leven eigenlijk. Ja, precies. Ja. Want ik zag ergens op Instagram dat jij een post hebt geplaatst over jouw nier of over jouw situatie. Ja. Kan je mij even terugnemen naar december? Ja, hoe was de diagnose, broeder? Ja, alhamdulillah. Ik was een fanatieke jongen die altijd bezig bleef. Ik trainde ook gewoon voor mezelf. Ja. Ik had ook uiteindelijk, nadat ik 2 jaar, 3 jaar een beetje gestopt was met het vechten. Maar ondertussen wel altijd trainde en zo het gevoel van ik wil gewoon weer trainen en vechten. Ja. Dus ik had wel in mijn hoofd dat ik het terug wil pakken, omdat veel mensen ook mij graag willen terugzien voor de fans. En subhanallah, ik zat een beetje altijd te vechten ook met het geloof van, ze zeggen, vaak hoor ik wel van broeders die zeggen dat vechten eigenlijk wel haram is en dat soort dingen, de schade die erop loopt. Maar ja, voor de liefde die ik heb van de sport is best wel groot, want ik ben er echt letterlijk mee opgegroeid. En ja, laat ik het zo zeggen. Dus ik zat altijd te vechten van zal ik wel vechten, zal ik niet vechten. Subhanallah. En in december kreeg ik gewoon in één keer te horen dat ik een ziekte heb. Ja. Het begon zeg maar dat ik, ik ging altijd werken naar huis. Maar ik had altijd momenten dat ik me heel snel vermoeid ben, hoofdpijn. Ja. Dat ik veel moest kotsen. En het gebeurde gewoon regelmatig en onverwachts. Waardoor mijn vrouw een keer zei van luister, ik vind dit niet normaal. Want het is niet 1 keer of 2 keer. Dit gebeurt nu al wekenlang. Komt het een paar dagen, gaat het een paar dagen goed en dan komt het terug. Dus het was gewoon echt spontaan kotsen, waardoor ik dacht van weet je wat, ik ga gewoon testen. Ja. Dus eigenlijk dankzij mijn vrouw ben ik gaan testen en hoe ik ben gaan testen en bloed heb geprikt, kwamen ze gelijk eigenlijk binnen een uur met de melding van luister, je moet met spoed naar het ziekenhuis. Er is iets goed mis met jouw bloedwaardes. Okay. En vanaf toen ben ik gelijk naar het ziekenhuis gegaan en heb ik daar 3 weken gelegen. En toen hebben ze allerlei onderzoeken gedaan, een stukje van mijn nier eruit getrokken om te kijken wat het precies is. Ja. En toen kreeg ik helaas, alhamdulillah natuurlijk sowieso, maar kreeg ik helaas het slechte nieuws dat ik IgA nefropathie heb, dus ziekte van Berger. Ja. En dat is een zeldzame ziekte dat jouw nierfilters aantast. Waardoor je eigenlijk je filters van je nieren niet meer werken. Okay. En ze hebben geprobeerd het te remmen, zeg maar. Ik moest gelijk aan de medicatie, prednison, een hele zware middel om jezelf zeg maar, te beschermen. Maar het heeft helaas niet geholpen, want ze zeiden uiteindelijk van jouw enige keuze en enige optie is op dit moment is gewoon een nieuwe nier. En hoe gaat het in zijn werk dan, een nieuw nier? Heb je dan donor nodig of zo? Iemand die dat jou... Ja, voor mij was het ook een hele andere wereld. Kijk, ik kom van een gezonde jongen die altijd trainde. Ik deed gewoon mijn dagelijkse leven net als jou, net als alle broeders en zusters gewoon. En in één klap kreeg ik horen nier. Dus het was voor mij een zwarte gat en een klap dat ik denk van oké, je weet toch, alhamdulillah, maar... Ik wist niet wat het precies was. Ja. Tot ze op een gegeven moment allemaal gingen uitleggen en alles. En toen zeiden ze tegen mij van ja, je moet nu eigenlijk een niertransplantatie ingaan. Ja. Dus als ik jou was, zou ik gewoon kijken of je mensen hebt in jouw familieleden of in jouw omgeving die een donor hebben. En subhanallah, hoe ik het zeg maar op mijn familie heb gedeeld, heb gezegd en alles. Vanaf toen is het eigenlijk ook begonnen, is het zeg maar van familie naar wat vrienden heb ik het verteld. Ja. Zelf heb ik toen nog niks naar buiten gebracht. Ja, ja. Maar ik heb alhamdulillah bepaalde broeders en zusters die echt met me meeleefden. En die gingen het voor mij delen. Ja. En toen heb ik het ook gewoon eigenlijk ook zo herpost zeg maar. Ja. En vanaf toen hoe ik het ook begon te delen, begonnen was het subhanallah en massaal. Gewoon iedereen begon te delen, begon naar me te vragen. Toen kreeg ik wel emotie dat ik denk van mashallah, we hebben wel een umma die wel, als het misgaat, dat ze wel achter je staan. Alhamdulillah, want ik zag ook volgens mij dat Badr Hari ook heeft gedeeld, toch? Ja, Badr Hari, iedereen kreeg van allerlei mensen die ik persoonlijk niet eens kende, kreeg ik gewoon berichten. En alhamdulillah, ik ben iedereen dankbaar, het heeft me wel ook gewoon goed gedaan. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om een nieuwe nier.
En ja, mijn broertje heeft, ook, heeft zich ook aangemeld natuurlijk. Dus ik wil wel echt in de familie houden. Ja. En alhamdulillah, ik ben iedereen dankbaar die zich heeft aangemeld. En ze zijn nog steeds bezig met die proces. Ja. Hey, Mohammed, en wat doet het met jou als persoon zijn dan? Wat je net aangeeft, ja. Je komt van een gezonde jongen. Ja. Uiteindelijk ben je gewoon afhankelijk van een andere nier. Ja, subhanallah. Hoe is dat, ja, voor jou, broeder? Ja, wat ga ik tegen je zeggen, broeder? Voor mij was het natuurlijk een hele harde klap. Ja. Ik kon het niet beseffen en begrijpen, maar ik kreeg gewoon het gevoel van dat het allemaal een grap was op het begin. Ik denk echt van, het kan toch niet. Maar toen kreeg ik later ook het besef, maar alhamdulillah ook door het geloof, dat wij ook gelovig zijn, ja, kreeg ik ook echt het besef van, ja, dit hoort bij het leven. Je moet het nu accepteren, Allah heeft het ook gegeven als een gunst. Het is ook gewoon een gunst. Dus ik heb er echt gelijk proberen een draai aan te geven om gewoon positief te blijven en gewoon door te gaan knallen en gewoon verder gaan met mijn leven en natuurlijk te kijken naar opties. Ja. Dus alhamdulillah, momenteel op dit moment valt er niet te klagen. Ik ben wel ziek, ik heb een ziekte in mijn lichaam, een ongeneeslijke ziekte. Ja. Maar alhamdulillah, als ik een nieuwe een nier heb, inshallah in de toekomst, hoop ik dat ik gewoon wel veel meer kan. Want ik moet, ja, nu natuurlijk een dieet volgen en let op zout. Want zout valt jouw nieren aan. Dus ja, ik moet nu wel even aanpassen. Het is natuurlijk wel moeilijk. Natuurlijk met het suikerfeest wat we hebben gehad. Met al die feesten. Ja. Zit je er zeg maar tussen en dan mag je niet van genieten. Een glas thee kan gelukkig wel. Ja, het is, ja, niet dat ik helemaal niks mag. Want je moet wel blijven. Ja, ja. Maar alhamdulillah, we passen ons aan. En ik probeer gewoon wat moois van te maken. Zeg maar. Hey, en de behandeling? Want wanneer gaat de behandeling van start? Dat is... heb je wel een donor gevonden? Ja, dat is nu eigenlijk de vraag. Op het eerste instanties moest ik 3 donoren opgeven. Ja. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen helaas kwam de ziekenhuis met het bericht dat, 2 van de donoren niet zo goed waren. Hoe dan? Ze matchten zeg maar niet 100% met mij. En mijn broertje precies hetzelfde, subhanallah, terwijl het wel mijn broertje is. Maar het was ook niet een 100% match. Dat is voor mij ook een klap, maar ja, ik heb alhamdulillah gewoon nogmaals mijn geloof. Dus ik heb sterk gehouden. Ik denk van oké, als dat niet gaat, dan gaan we gewoon door. Maar alhamdulillah, ik heb natuurlijk ook wel wat broeders. Ik heb een broeder genaamd Najib. Ook wel wat medische kennis en die heeft mij zeker ook geholpen in deze strijd. En die belde toen ook gelijk naar het ziekenhuis van hoe dit en dat. En alhamdulillah kwamen ze ook gelijk van luister, het is niet gelijk dat we nu gestopt zijn met zoeken. Maar we kunnen een kruisproef gaan doen. Dus ze willen dan in juli begint een kruisproef, een landelijke kruisproef van alle donoren. Ja. En dan willen ze kijken zeg maar, of er iemand anders wel met mij goed matcht. En mijn donor met hun wel goed matcht. Dan kunnen we zeg maar ruilen. Ja. En dan hoop ik dat inshallah wel goed komt. Maar op dit moment heb ik nog steeds geen duidelijkheid. Dan is het letterlijk een open gat zeg maar. Ik weet niet wanneer, ik weet niet hoe lang. Ik ben nog niet aan de dialyse. Ik hoop dat ik dat ook ga voorkomen, want het is best wel een zware behandeling. Wat heb je er nou last van? Alhamdulillah, ik heb geen last van mijn nieren, om eerlijk te zijn. Ik voel zeg maar geen pijn van binnen. Ja. De enige wat ik wel voel zijn de bijwerkingen ervan. En de bijwerkingen daarvan zijn zeg maar hoofdpijn, kotsen, ja, duizeligheid. Sneller vermoeien dan eerst. Ik ben natuurlijk een sportman, ik heb wel conditie en alles. En het is in één klap is het zeg maar anders. Ja. Dus ik pak nu veel langer mijn rust. Ik heb veel langer mijn rust nodig. Natuurlijk omdat ik ook gewoon minder voeding krijg dan eerst. En ja, dus maar echt qua pijn in mijn nieren op dit moment. Ik voel subhanallah nog niks. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja. Oh. Hey, en in de toekomst moet je gewoon wachten totdat iemand matcht met jou? Het is nu op dit moment zit ik op 12% tot 10% qua nierpercentage in beide nieren. Ze hebben alles gedaan om te proberen om zeg maar eigen nieren te behouden of ze, om eigenlijk beter te worden, maar het heeft geen nut. Dat is gewoon precies hoe ze het zo hebben gezegd, het heeft geen nut. Jij moet gewoon een donor hebben, een niertransplantatie, een nieuwe nier. En dan hopen we inshallah dat het dan wel beter gaat. Ja, maar omdat ik die ziekte sowieso in mijn lichaam heb, die IgA nefropathie, dus de ziekte van Berger. Het is een auto-immuunziekte. Het is een ziekte dat eigenlijk op dit moment ongeneeslijk is. Ja. Dat kan zo zijn dat ik als ik een nieuwe nier heb, weer dat die nier ook na op al de jaren, maar inshallah niet, wij geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Wat ik wel eens gehoord heb is dat er iemand 20 jaar of langer zelfs met een nier heeft gedaan. Wij gaan er ook vanuit dat het gewoon langer, dat ik in ieder geval 20 tot 30 of 40 jaar met één goede nier mee kan leven. Ja.
Alhamdulillah, dus ja. Wauw, mooi man. Hey, je zei net ook, weet je, dat je, zeg maar, dat je heel veel kracht uit je geloof haalt. Ja. Alhamdulillah. Maar ja. Heeft het jou ook veranderd als persoon zijn in het geloof? Dat zeker. Je meer aan mij bent gaan denken. Zeker, ja. Ja. Ik kom van een drukke leven nogmaals. Bezigheid, familie, gezin, trainen, sporten, vrienden. Alhamdulillah. Toen ik in het ziekenhuis lag en ik moest daar blijven, ben je natuurlijk eenzaam, niemand om je heen. Van één klap van topsporter en bekende vechter naar iemand die letterlijk kwetsbaar en vecht voor zijn leven. En op dat moment wist ik nog niet eens wat het was. Dus ik werd echt behandeld, maar ze hadden nog geen duidelijkheid wat het precies is. Ja, precies. Subhanallah, dan ga je wel echt beseffen van, subhanallah, wat een leven. Het kan in één klap kan het anders zijn, ja, snap je? Precies. Je loopt op straat. Je bent gezond en in één klap, bam, lig je in de ziektebed en je bent, begrijp je, niet meer jezelf, je vecht tegen je leven, zeg maar. Ja, dus je krijgt wel echt het besef van het geloof, alhamdulillah. En het geloof heeft me echt rustig gehouden, zeker. Ja? Ja, alhamdulillah. Ik had momenten dat ik het niet kon handelen, dat ik denk van, hé, waarom mijn nieren, waarom ik, begrijp je, net is wat elke mens wel een beetje op het begin heeft. Ik denk van, waar komt dit vandaan? Ja, acceptatie. Want, acceptatie was even moeilijk. Yeah. Maar subhanallah, wanneer jij Koran luistert en je geloof in je hart hebt, ga je echt denken, alhamdulillah. Ik had zelfs echt het moment dat ik denk van, als dit mijn laatste einde is, alhamdulillah. Ik was gewoon, ik kreeg gewoon kracht alsof ik gewoon blij was vanzelf. Ik was subhanallah gewoon blij en het is niet om mooier te maken, nee. Maar ik voelde me gewoon goed. Ik denk, wat komen gaat, gaat komen, begrijp je? Het hoort bij het leven. En alhamdulillah, zo heb ik mezelf zeg maar opgepakt. Yeah. En ik heb ook altijd een besef van, het kan altijd erger. Ik heb natuurlijk een broeder van mij, Abdelhak Nouri. Ja. Is gewoon een familielid eigenlijk, om het zo te noemen. Shafa. Kwamen bij elkaar op de vloer. Toen ik wedstrijden vocht, was hij de eerste die mij toejuichte. Andersom hetzelfde. Op straat was hij een type die jou niet voorbij gaat lopen. Ja. Gewoon een hele lieve, vrome jongen. En subhanallah, ik heb toen ook gedacht van, luister, die jongen is ook van een kern. Mashallah, een van de grootste talenten qua voetballen. Ja. In één keer ziek geraakt. En die ligt nu ziek op bed. Ja. En die kan helemaal niks. Die is gewoon in handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ja, ik kan alhamdulillah, hoe ik het nog zo zie, lesgeven. Ik kan hier voor mijn broeder zijn, ik kan naar buiten. Tuurlijk, ik ben niet de gezondste, maar ik kan nog wel heel veel dingen doen. En daar ben ik Allah subhanahu wa ta'ala ook dankbaar voor. Dat het ook op die manier kan. Alhamdulillah. Ja, zelf zie ik hem wel. Ik bezoek hem ook, alhamdulillah. Zijn familie, natuurlijk omdat wij familieleden zijn. Dus ik ga wel eens over de vloer. En kent hij ook? Ja, alhamdulillah. Ik heb mooie momenten met hem meegemaakt. Ja. Dat ik, subhanallah, die jongen kan niet praten, maar hij kan wel reageren. Dus hij heeft wel wat kleine reactievermogens. Ja. Zoals zijn wenkbrauwen bewegen en lachen, alhamdulillah, sinds kort. Ja. Wat zeg je dan tegen hem? Subhanallah, dan zeg ik gewoon bepaalde dingen. Zeg ik, wist je nog toen ik iemand hem opstoot gaf bij het pleintje, bij wijze van spreken. Gewoon, ik heb echt met hem jeugd meegemaakt. Dat ik, en dan zie ik hem gewoon echt lachen. Met andere woorden, hij herkent dat. Oh. En dat vond ik echt mooi om te zien. En dan krijg ik van binnen echt een goed gevoel. Dat ik denk van, ja. Toch, alhamdulillah, alles komt van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. En natuurlijk, je wordt beproefd. Allah geeft, hoe ze dat zo zeggen, de beste soldaten en zijn echte dienaren, geeft hij gewoon beproevingen. Ja, kijk maar naar profeet Ayyub. Je werd ook beproefd van allerlei kanten. Maar met sabber en met alles kun je inshallah gewoon weer bovenop komen en weer je leven leven. Want uiteindelijk gaat het leven wel, het is gewoon één grote test. Mensen denken social media, volgers, vechten, dan grijp je alles. Maar het is gewoon één grote test uiteindelijk. Ja. De waarheid is gewoon dat je uiteindelijk terugkeert naar Allah subhanahu wa ta'ala. Of je nou jong of oud bent, niemand blijft op de wereld. Dus dat is wel een besef dat je ook gaat meemaken wanneer je ziek wordt. Dat je denkt van, hé, alhamdulillah, Allah trekt mij zich terug naar hem. Het is weer een beproeving, alhamdulillah, dus ja. Allah, goeie Mohammed, je staat er echt goed in, man, Allah. Zeker, zeker, alhamdulillah, alhamdulillah. Ik denk ook dat dat de enige houvast is, denk ik, weet je, als gelovige. Ja. Dat je daaraan vasthoudt, weet je, aan het geloof. Ja, dat Allah Azzawajal juist de mensen beproeft van wie hij houdt. Zeker, ja. Allah maar berken, goeie Mohammed. Ja, alhamdulillah. Het advies is gewoon, je moet sabber hebben en terugkeer naar Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja, zeker, dat is wat we nu ook aan het doen zijn. Ik heb een broertje, mashallah, die ook vanaf jongs af aan al goed bezig is met het geloof. Hij is bij elke les, bij elke lezing probeert hij aanwezig te zijn. Hij studeert, hij heeft mashallah ook wat Koran-kennis. Dus, ik praat vaak ook met hem met het geloof. Hij is wel mijn broertje, maar je kan van iedereen leren. Want hij is vaak met Abu Fadl, toch? Ja, hij is, klopt. Hij is vaak met Oestad Abu Fadl. Ja.
zijn lessen volgt hij. Hij is een paar keer al naar Umrah gegaan. Inshallah wil hij in de toekomst ook gewoon studeren en daar. Mede dankzij hem ook, krijg ik ook vaker het besef van hey, begrijp je, alhamdulillah. Kijk, mijn bezigheid was natuurlijk het kickboksen, maar het kickboksen is niet alles. Ik krijg tot de dag van vandaag van vele mensen, jammer, zonde dat je gestopt bent, dit en dat. Maar niet om zeg maar grof over te komen, maar het is niet zonde. Ik heb juist mijn leven opgepakt nadat ik even gestopt ben met kickboksen. Ben ik getrouwd, kinderen, vrouw. Heb ik de al-ma'kul, laat het zo zeggen. Ja, toch, het vocht al-hayat nishan, je weet toch? Ik ben echt de echte leven achteraan gegaan. Dus alhamdulillah, ik heb een gezin opgestart. En dat is ook dankzij daar. Ik heb mijn tijd zeg maar, benut in het kickboksen. Ik hou nog steeds van het sport. Ik geef dagelijks les, ik hou ervan. Maar qua wedstrijden zelf, zat ik te vechten. Zal ik vechten, zal ik niet vechten. Maar ja, helaas met deze nierziekte, wanneer ik een donor krijg en een nieuwe nier, mag ik sowieso niet vechten en kan ik ook niet vechten. Maar ik wil wel gewoon lessen blijven geven, inshallah, en de jeugd opvoeden. En Mohammed en je ouders, hoe gingen je ouders hiermee om? Mijn ouders natuurlijk. Ik ben natuurlijk hun zoon. Ja. Het is voor hun een hele harde klap. Het is voor hun was het gewoon echt schrik. Het was gewoon echt een schrik. Want hun konden het ook eigenlijk bijna niet geloven. Want het was gewoon in één klap hoe ik ze belde. Ik lig in het ziekenhuis. Wel ik in de kijk, voel ze daar ben. Precies zij ook hetzelfde. Komt goed in me. Ze daar ben, ga. Houd gewoon vast. Minuuk als je daar geeft hij mijn vader precies hetzelfde. Die heeft mij ook echt veel kracht gegeven. Mijn vader is mashallah ook een krachtig persoon die veel kennis heeft ook van het geloof. Dus die probeert met alles de geloof bij te betrekken, waardoor je ook gewoon rustiger wordt. Want laten we eerlijk zeggen, als ik denk ik geen geloof had, had ik het heel op anders opgevat. Dan was ik op straat agressief aan het doen. Waarom ik, waarom dit, waarom dat. Je bent niet jezelf. Maar mede dankzij ons geloof en de beproevingen en de hadith en de profeten die ons voor zijn, krijg je wel het gevoel van, hey, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala is echt groot. We weten dat hij groot is, maar je gaat het pas beseffen wanneer je ziek bent of iets is, dan ga je echt beseffen van, Allahu Akbar, begrijp je, het is de enige. Ja. Ja, mooi man, Mohammed, Allahumma barik. Ja, alhamdulillah, ja. Sommige dingen gebeuren nou in het leven, weet je, zodat je wat sterker wordt. Ja, zeker, zeker, ja. Zeker. Zijn dingen waarvan je een afkeer tegen hebt, het is goed voor jou. Juist. Precies, zo heb ik het ook, dat soort dingen heb ik ook van mijn vader te horen gekregen. Hij zegt ook, jij denkt dat het misschien slecht voor jou is, maar het is juist goed geweest. Allahu alam, we zijn mensen, niemand is perfect. Iedereen maakt zijn zondes, iedereen maakt zijn fouten. Misschien als ik door bleef gaan met het vechten of weet ik veel wat. Je kan van alles noemen waar het mis kan gaan. Maar nu ben ik echt dubbel zo hard aan het nadenken van als ik iets ga doen. Juist. Dus alhamdulillah, ik ben Allah dankbaar nogmaals. En ik weet niet waar de boot eindigt op dit moment. Ik ben nog niet genezen. Dus ik krijg vaak de vraag van mensen echt. Alhamdulillah, dagelijks, overal waar ik ben, mensen die herkennen dat ik, of die mij kennen. Ik heb gehoord, je hebt een donor, je bent beter, gaat het goed? Begrijp je, moet ik keer op keer het verhaal uitleggen. Ik ook van, toch als zo'n filmpje is altijd goed om te geven aan de broeders en zusters die te kijken. Dat je denkt van oké, ik ben nu in deze status. Ik ben nog niet genezen helaas. Maar alhamdulillah, we zijn op weg. We zijn bezig met de behandelingen. Helaas in Nederland duurt het altijd wel wat langer met de wachttijden of wachtlijsten. Ja, precies. Corona dat voorbij is geweest. Dus alhamdulillah, maar ik ga eerlijk zeggen, ik heb dankzij mijn vrouw echt veel steun. Ze steunt me door dik en dun. Ze is elke keer bij mij. Alhamdulillah, ze is een sterk persoon. Ze heeft mij gelijk, ze heeft mij gelijk geswitcht. Van, ook met het eten. Normaal eet ik gewoon lekker wat ik wil. En nu heeft ze ook gelijk dieet aangepast. Speciale dieetvoeding. Alhamdulillah, ze probeert er wat leuks van te maken. Dus ik ben... We moeten ook onze credits naar de mensen die getrouwd zijn. Ook naar onze vrouwen natuurlijk. Je moet iedereen dankbaar zijn die je gewoon helpt. En je ouders, familie, begrijp je? Alhamdulillah, ja. Netjes man, Olayla. Zeker, ja. Heb je misschien nog een laatste advies voor de mensen die omgekomen met gezondheidsproblemen? Ik krijg vaak nu het bericht van bepaalde broeders en zusters die ook ziek zijn of iets. En die zeggen tegen mij, hoe ga jij ermee om en alles? Om eerlijk te zijn, op het begin ging ik er ook even, natuurlijk was het witte een klap, ging ik er ook wat moeilijker mee om. Ja. Maar ik geef één tip als broeder en zuster zijnde, hou je bezig met het geloof. Ga bidden, heb vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Al krijg je te horen van een dokter, we kunnen niks voor jou doen. Allah subhanahu wa ta'ala is uiteindelijk de echte beste dokter van alles en iedereen. Hij is de grootste. Hij kan jou vandaag beter maken, morgen ziek maken. Alhamdulillah, en daar vertrouw ik zo erg op. Dus ik geef gewoon als tip, blijf bidden, blijf hopen.
En geef Allah subhanahu wa ta'ala gewoon de aandacht en de tijd. En gewoon sabr hebben, ja. En uiteindelijk een goede Mohammed, dit is het huidige leven, hè? Het huidige leven is. Ja, precies, dat is eigenlijk gewoon echt zo. De echte leven eigenlijk begint wanneer je dood bent. Wanneer je wanneer Malik al-Maut naar je toe komt en je ligt in het graf, Darul Barzakh, dan begint eigenlijk het leven. Maar wij denken dat dit het leven is, begrijp je? Dit is puur een bezigheid, begrijp je? En het bezigheid is natuurlijk heel belangrijk, maar weet waar je tijd in investeert. Uiteindelijk, goeie Mohammed, zijn we geschapen om Allah te aanbidden. Dat is eigenlijk echt het enige hoofddoel, ja. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala. Het is gewoon het bijzakken. Ja, klopt. Ik denk nu wat je net aangaf door social media, weet je, en al die chaos wat er nou gebeurt, denk ik, nee, dit is het huidige leven. Ja. Je moet er gewoon, je moet er stoer uitzien, je moet veel geld hebben, je moet veel auto's hebben, je moet veel status, volgers hebben. Ja. Uiteindelijk, subhanallah, goeie Mohammed, is het allemaal gewoon illusie, broeder. Ja, dat is echt zo. Kijk, we zijn allemaal, ik ben ook jong geweest, ik dacht ook eerst dat het leven was, zeg maar, een dure auto, goed eruit zien. Maar subhanallah, ik heb ook veel privé dingen meegemaakt in mijn leven, ook met mijn sport. Ja. Dat ik ook, laat ik het zo zeggen, niet meer mezelf was, ook ziek ben geraakt, waardoor ik ook gewoon terug ben. Terwijl ik echt, mashallah, wel talent had in het vechten, maar ik werd ook gewoon een soort van beproefd eigenlijk al. En ik kreeg al die gevoel van, misschien word dit niet mijn leven. En uiteindelijk is het helaas wel zo, ondanks ik van het sport hou. Ja, precies. Maar ja, je ziet, alhamdulillah, ik kan ook gewoon, ik geef broeders nu les, ze zijn blij, ze zijn dankbaar. Kleine kinderen komen ook naar me toe, ik kan ze wat leren, ik geef ze advies. Ik zeg ook tegen luisteren, ik ben ook een bepaald niveau met het vechten, ik heb hoog niveau bereikt ook, alhamdulillah. Ik ben gecontracteerd bij Infusion, op jonge leeftijd, het ging goed. Maar uiteindelijk, subhanallah, in één klap ben ik ziek geraakt, dus dan geef ik ze ook echt nogmaals het les van luisteren, dit is niet alles. Want morgen, vandaag leef je, morgen ben je er niet helaas. Ja. De roem en de aanzien en de fame is net zeg maar een kapperstuk. Je krijgt zeg maar een half uurtje aandacht en dan is de volgende weer. Subhanallah, ja. Dat is echt zo. Ja, je denkt van ja, ik ben er bezig, maar ik zit net een kapperstoel. Ja. Je wordt geknipt, even aandacht, dan gaat deze volgende. Ja, dat vind ik een mooi voorbeeld, ja. Zeker, ja. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah. Ik wil jou echt bedanken man, voor jouw inspirerende verhalen. Zeker. Voor jouw mooie, motiverende woorden. Alhamdulillah. Ja, man. Dus nog één tip aan de mensen die ziek zijn of die nogmaals gewoon het geloof vasthouden. En bi'idhnillah en Allah geeft shifa inshallah voor alle broeders en zusters. Ja. Goeie Mohammed, ik heb nog een klein cadeautje voor jou lieve broeder. Ik zat net te praten over beproevingen en over dit. Kijk, dit is Stortel Kef broeder. Mashallah. Een kleine uitleg van Stortel Kef. En het is echt een prachtige broek. Lees dit dan lieve broeder. Zeker. Het is zo verleerlijk broeder van mensen die worden getest. Van Moosa alayhi salam met Ghadir. Het is echt een inspirerende boek. Ja, die soorten moet in principe elke vrijdag... En natuurlijk van Ibn Baz toch? Ibn Baz boek. Ja, mashallah. Volgens mij is het vertaald door Mohammed bin Dawood. Hafidullah. Bin Dawood, mashallah. Is een broeder van Osdorp toevallig. Ja toch? Ja. Ik heb nog een klein cadeautje voor. Het is een baardolie. Barakallahu fik. Ja. En ik wil jou een klein potje honing geven. Shukran, goeie. Wallah, barakallahu fik. Bedankt voor je komst. En nogmaals, je bent altijd welkom om te trainen. Het is natuurlijk een privé gym voor ons. Tuurlijk. Maar je kan me berichten. Ben je welkom. Goeie Mohammed. Dus, inshallah. Dankjewel, goeie Mohammed. Maar nogmaals, ik wil jou bedanken voor jouw tijd en voor jouw moeite. En voor jouw inspirerende verhaal, broer. Ja, assalamu alaikum. Shukran. Beste mensen, dit was een aflevering met Mohammed Didouh. En ik hoop dat het voor jullie een inspirerende verhaal was. En vergeet vooral niet te abonneren, beste mensen. Tot de volgende aflevering. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.